Hallo mensen van Minecraft en kijkers van YouTube. Ik ben Roel. Ik heb net een YouTube-account aangemaakt. En mij leek het heel erg leuk om filmpjes van Minecraft op YouTube te gaan zetten. Je kan trouwens dat het een beetje echoed. Daar kan ik niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. En ja, dan wou ik graag... Oh wacht, die zet ik er even uit, anders is dat lelijk. Maar mij leek het dus leuk om filmpjes over Minecraft op YouTube te gaan zetten. Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden. Maar ja, als het ik doe het gewoon. En als het niks is, dan stop ik er meteen mee. En ja, dan zie ik nog wel wat ik doe. Maar ja, mij leek dat dus wel leuk. Dus ja. En ja, dan start ik het op. Minecraft dan. Oké, nou we doen gewoon even op... nou maakt eigenlijk niet uit op welke we gaan. Op deze. Ik ga het vandaag dus hebben over... ja, dus de Temple of Notch. Zoals je ziet. En ja, dat ding werkte niet meer. Ik weet niet waarom. Maar... dus heb ik er een gat in gemaakt. Maar we gaan het nu niet op Temple of Notch hebben. We gaan het hebben over de sneeuwgolem. Misschien kennen jullie hem al, maar misschien ook niet. En ja, dan ga ik dus even laten zien. Drakenei. Die ga ik achterna. Kut drakenei. Ik snap echt niet wat je met dat drakenei kan doen, man. Waar is die schepel daar? Ik snap echt niet wat je met zo'n drakenei kan doen. Niet uit laten komen of zo, dat snap ik echt niet. Nou, laat maar gewoon zitten. We doen het niet over het ei, we doen het over de sneeuwgolem. Dus laat de ei maar nu gewoon even lekker zitten. Nou, eerst moet je dus wat sneeuw gaan zoeken. Ik was eerst in een stukje sneeuw, maar nu niet meer. Nu weet ik ook niet meer waar het is. Dus ik ben heel hard. Dus dat is heel stom. Dus dan moet ik even gaan zoeken. Daar heb ik geen zin in. Weet je wat? Dan ga ik gewoon verder. Ik heb deze mod. Deze mod. Oh wacht, ik zet hem op. Survival, dat is leuker. Nou ja, dus dan moet je gewoon even op zoek naar sneeuw. Ik heb geen sneeuw. Weet niet waar het ligt. Maar dan moet je gewoon sneeuw gaan zoeken. Ik heb het hier gewoon ergens staan. Ik weet niet waar. Nou ja, hier heb je dat sneeuw niet. Godverdomme. Dan moet ik toch een stuk sneeuw gaan zoeken. Daar heb ik echt geen zin in, weet je dat? En ik weet echt niet waar dat is. Ik weet echt niet waar hier sneeuw ergens is. Dus ik ben heel... ja, sneeuw! Joe! Wacht. Au. Maak het even creative. Dan kan ik even vliegen. Joe. Ja, ik denk dat jullie... oh ja, dat had ik gemaakt. Maar misschien vinden jullie het nodig dat ik ga vliegen. Maar ja, ik heb gewoon geen zin om te lopen. Nou, hier zit je dus bij sneeuw. Als je daar komt. Dan... heb je per se een schep nodig. Want als je het zo gaat doen. Godverdomme. Als je het zo gaat doen. Komt er helaas geen sneeuw. Dus dan. Dus dan moet je het per se met een schep doen. Nou, ik doe het gewoon even met een diamond schep. Kan ook gewoon met stenen of zo. Dat maakt niet uit. En dan doe je zo. En dan heb je een sneeuwbal. Nou, in totaal heb je 8 sneeuwballen nodig. Voor die sneeuwgolem. Volgens mij heb ik er nu aan de rand wel. 9, 1 te veel. Maar ja, dan doe je ze hierin. Dan krijg je een sneeuwblok. En doe je die er ook nog even bij. Ja, en dan heb je 2 sneeuwblokken. Die heb je nodig. Dan moet je op zoek naar een pompoen. Die ligt ergens in gras. In een weilandje, volgens mij. Daar liggen de meeste.
En, maar ja, ik pak gewoon even een uit de lijst. Ik heb geen zin om er zo om er een te gaan zoeken. Ja, ik ben heel lui, ik weet het. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Nou, als je dat dan hebt, die pompoen gevonden en die sneeuwblokken hebt gemaakt, dan kun je de sneeuwgolem gaan maken. Ik heb even zin om te vliegen. Die kun je dan gaan maken. En ik zal laten zien hoe. Dan zet je hem even. Ik maak hem hier even. Hey, wat? Oké, dan. Kut Skype. Even niet bij een filmpje aan het opnemen. Kut. Dan pak je dus je twee sneeuwblokken. Zet je zo en zo. Dus op elkaar staan. En daarboven zet je deze pompoen. Ja. En dan heb je hem. De sneeuwgolem. Het enige nadeel is dat hij alles van sneeuw maakt waar hij loopt. Dat is niet zo heel fijn, maar het is gewoon grappig. Ja, dat was hem. Oh nee, wacht. Flikker op. Kutzak. Ja, ik heb een idee. Ik heb gewoon een heel goed idee. Offline, zo. Kunnen ze me niet meer bellen. Is die sneeuwgolem nou weer een? Kut sneeuwgolem. Oh, daar is hij. Zo maak je dus een sneeuwgolem. Het is wel grappig, want als er dorpelingen in de buurt zijn. En de monsters zijn daar ook in de buurt. Dan beschermt die de dorpelingen door de sneeuwballen tegen die zombies te gooien, zodat ze doodgaan. Ik kan het wel even laten zien als je wil. Pak gewoon even weer eentje hieruit. Ik weet, het is heel noob en lui. Maar ik doe het toch. Villager. En bij creepers doen ze het trouwens niet, want die ontploffen. En hun hebben ook geen zin om dood te gaan, natuurlijk. Doe me niet steeds weglopen. Kijk, en dan zit hier zo bijvoorbeeld een dorpeling. En hier een zombie. Oh ja. Ah, baby, ik heb hem uitstaan. Ach, dat is leuker. Dan gaat hij sneeuwballen op die zombie gooien. Om de dorpeling te beschermen. Ik weet eigenlijk niet of er per se een dorpeling bij moet zijn. Nou, hij gaat zodat je alles ziet. Heel snel dood. Ik ga niet meer op. Oh ja, survival. Ik heb nog op survival staan. Oh ja. Kom maar. Ik had mee. Gaat iets sneller dood. Ga weg, kut, zombie. Blijf maar lekker doorgaan. Dat is echt fucking lang. Okay, ik ga weer even noob vliegen. Ik weet eigenlijk niet of er per se dorpelingen in de buurt moeten zijn. Maar het is wel hun doel om die te beschermen. Ik weet het, ik ga eens proberen of ze... Oh ja. Godverdomme, dan moet ik het nacht maken. Nou ja, dat doe ik dan wel even. Ik ga even kijken of die het ook... of je ze ook aanvallen als er geen dorpelingen in de buurt zijn. Dan maak ik even een nieuwe. Doe ik wel even de steen weg. Zet ik ze op elkaar. Geen dorpelingen. Nou ja, ze vallen ze gewoon aan zodat ze doodgaan. Het is gewoon grappig. Dat was mijn eerste filmpje van op YouTube. Ik weet niet of het iets was, maar ja, zet het anders even in de, weet het. Ik geef even een reactie of het leuk was of niet leuk. En als het leuk was, ga ik ermee door. Dan ga ik ook nog een filmpje over de Iron Golem maken, denk ik. Dat is ook zo'n soort ding. Ja, niet zo'n soort ding, maar ook zo'n ding dat leeft.
En ja, als het niet leuk was, dan stop ik er gelijk mee. Want dan is het gewoon dik om het nog op YouTube te zetten. En ja, jullie horen het goed. Ik zeg dik. Ja, sorry. Het is gewoon een verneukt woordje. Het betekent eigenlijk gewoon dom. Maar ik vind het grappig om dik te zeggen. En like het even als je leuk vond. Gewoon duimpje omhoog. Als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, natuurlijk niet. Maar dan ben ik verdrietig. Eigenlijk niet. Maar dan vind ik het jammer, want dan kan ik niet meer doorgaan. Omdat jullie het saai vinden. Maar ja, als niks is, dan is niks. En abonneer even als je het echt heel leuk vond. Maar volgens mij was het eigenlijk niet zo heel leuk. Maar ja, ik weet niet. En zet even in de reacties of ik nog iets beter kan doen. Tips. Dat zou wel fijn zijn, want ik weet nog niet precies hoe, wat allemaal goed is. Of wat noob is. Of, dat weet ik allemaal niet. Dus zet in de reacties even wat er beter kon. Of wat al goed was. Complimentjes zijn natuurlijk ook leuk. En Oké, ik maak nog één keer sneeuwkool aan. Maar je kunt... Haha, noob. Eén keer dood. Oh, er zijn trouwens veel sneeuwballen. Maar zet er anders even wat tips in. Dat zou ik ook heel fijn vinden. Dan weet ik wat ik beter kan doen. Ja, dat heb ik eigenlijk allemaal al gezegd. Dat hoef ik niet nog een keer te zeggen. Merg je papraai. Maar like even. Abonneer even. En dan. Als het leuk was. Tot de volgende keer. Bij de Iron Golem. Doei!